De formele ondertekening van de schuldherschikking met China zou op korte termijn plaatsvinden. Dit liet de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking Albert Ramdien optekenen in een persbericht. Tijdens het staatsbezoek van de presidentiële delegatie aan de Volksrepubliek China is de schuldherschikking op politiek niveau afgetekend en herbevestigd. In de eerste plaats moet ik zeggen dat het politiek overleg dat geresulteerd heeft in een communiqué bestaande uit een groot aantal paragrafen, waaronder het vraagstuk dat actueel is in Suriname, de schuldherschikking met China. Dat is het eerste resultaat. Heel belangrijk voor beide landen om eindelijk een eikmoment te hebben van de relatie, waar staan we en hoe gaan we verder. Dus er zijn lijnen uitgezet naar de toekomst toe. Dat is het eerste resultaat. We hebben 9 overeenkomsten gesloten op verschillende gebieden die we in de komende dagen verder in meer detail zullen kenbaar maken. We hebben de schuldherschikking op politiek niveau afgetekend, herbevestigd, want het is op technisch niveau reeds geruime tijd sinds december eigenlijk afgetekend op technisch niveau, maar uiteraard zoals met het geval met India toen, ook daar was het op technisch niveau afgehandeld, maar het had toch nog wat we noemen dan de zegen van de politieke leiding nodig, zeg maar die stempel van de top. Nou, dat is hier ook gebeurd en binnenkort zal de formele ondertekening plaatsvinden. Dat is een belangrijk moment. De herschikking met China is op technisch niveau al sinds december 2023 afgerond. Verder maakt minister Ramdien bekend dat er 9 overeenkomsten zijn getekend die van meerwaarde zijn voor het Surinaamse volk. Hij laat ook weten dat China oudere schulden die dateren van voor 2013 heeft kwijtgescholden. Voor lange tijd waren bepaalde schulden geregistreerd bij China. China had destijds besloten dat, hoewel deze leningen niet meer in ons schuldportfolio waren, ze nog steeds bij dit land geregistreerd staan. Hij beschrijft het bezoek aan China als zeer succesvol en historisch. Het is belangrijk dat in de bestaande relatie China interesse toont om in de private sector van Suriname actief te worden. Belangrijk is ook dat in de relatie die nu er is, we ook zien dat China belangstelling heeft om meer in termen van de private sector ingang te krijgen in Suriname. Uiteraard zal dat moeten gebeuren op de juiste manier, op de juiste criteria die van belang zijn. Maar dat zijn de resultaten die we hebben. Dus in termen van de resultaten van dit bezoek moet ik ook melden dat voor lange tijd bepaalde schulden geregistreerd waren bij China, niet meer bij ons. Wij zien het niet meer als onderdeel van de schuldherschikking. Maar China had in de tijd besloten dat, alhoewel deze leningen niet meer op onze schuldportfolio staan, dat het bij hun nog steeds geregistreerd staat als te zijn nog te betalen. Ze hebben daartoe besloten om een bedrag van, ik dacht dat het iets van 5 miljoen US dollars, om dat te vergeven, dus schuldvergiffenis. Dat is ook een resultaat van dit bezoek. Anders hadden we dat ook wel moeten betalen.